Patricia van den Boogaard, jij woont recht naast Hostel Nightflight hier in Breda. En daar ben jij niet blij mee, hè? Nee, daar ben ik absoluut niet blij mee, maar ik ben niet de enige, hoor. En waarom niet? Waarom ben jij er niet blij mee? Omdat wij heel veel overlast hebben van de hostelgasten. En er niet gehouden wordt aan de regels die gesteld zijn bij het verstrekken van de exploitatievergunningen afgelopen oktober. Want wat zijn dan de klachten die er zijn? Dat er heel veel alcohol het hostel mee ingenomen wordt, bier drinkende jongeren op straat, de blikjes worden vervolgens op straat gegooid. Ze staan het over te geven tegen de ramen, te plassen, ze schreeuwen hard, ze bonken tegen de ramen. Ze komen echt met grote groepen, echte bachelorparties worden er gegeven. Dus het zijn niet zomaar twee mensen. Hè. Was dat maar het geval, dan viel het misschien nog mee. Maar we hebben het hier echt over grote groepen. Bas Maas, fractievoorzitter van de SP hier in Breda. Er is het een en ander te doen om het hostel Nightflight. Waarom maken jullie je daar zo druk om? Nou, in eerste instantie bewoners zijn naar ons toegekomen en die ervaren nog steeds overlast. We zijn hier vorig jaar een keer al eerder geweest. Toen naar aanleiding van die klachten, toen zijn er allerlei regels opgesteld waar het hostel zich aan zou moeten houden. Die bewoners constateren dat dat nog steeds niet gebeurt. Die ervaren nog steeds bijna elk weekend veel overlast. En wij vragen ons af van, nou, als die regels er zijn, waarom worden die niet nageleefd? En wat doet de gemeente eraan? De eigenaar van het pand en de exploitant herkennen zich niet in de klachten van de buren. En zeggen ze, bovendien is het heel erg moeilijk te meten waar die overlast vandaan komt. Is dat van de mensen die in ons hostel overnachten of is dat het reguliere stappubliek? En zeggen ze, die vergunning die wij hebben, daar kunnen we ook heel weinig mee. Want de eisen die daarin staan, zijn eigenlijk bijna niet uit te voeren. Ja, dat is heel typisch, hè? Want kijk, die exploitatievergunning hebben ze nodig om hier een zaak te kunnen hebben. Dus ze hebben dat wel geaccepteerd. En vervolgens gaan ze, als je nou die regels per punt gaat bespreken met ze, dan zeggen ze van ja, kijk, ik moet hier de rotzooi op straat opruimen. Maar ja, dat is niet realistisch. Of ik moet zorgen dat ze niet voor de deur hangen. Ja, daar kan ik me niet aan houden. Of ik moet controleren dat ze geen drank mee naar binnen nemen. Ja, ik ga niet in die tassen kijken. Dus ze, aan de ene kant, ze willen wel de vruchten plukken van die vergunning, dat ze hier lekker een zaak mogen runnen. Maar ze willen vervolgens zich niet aan de regeltjes houden. Dus ja, dat kan niet allebei waar zijn. En daar moet tegen opgetreden worden. Dat is wat er moet gebeuren, er moet opgetreden worden. Ja, en kijk, laat er één ding helder zijn. Wij zijn heel erg als SP ook voor een laagdrempelige voorziening voor met name jongeren. Dat die hier ook in aanvulling op het hotelaanbod, dat ook die jongeren hier een leuke plek hebben om te kunnen overnachten en te kunnen stappen in onze mooie stad. Alleen, dat moet dan wel, als je voor zo'n locatie kiest, pal naast woningen, dan horen daar strenge regels bij en daar hoort ook handhaving bij.